zijn hier op de koude woensdagochtend in november in dit prachtige winkelcentrum Zuiderhout, waar Aad en Emily, de BOA, de bijzondere opsporingsambtenaar en de wijkagent van deze wijk, voor het eerst het spreekuur hebben. Het spreekuur om op een leuke manier contact te hebben met burgers als het gaat om zaken die spelen in de wijk, waar de politie of de handhavers van de gemeente misschien een rol bij kunnen vervullen. Het boekje wat Aad hier heeft, dat raakt al wat voller, maar het is de eerste dag. De tweede dag, de signalen die hier al binnenkomen over te hard rijden, over oversteken, over zwerfafval, over parkeerproblemen. Burgers kunnen in plaats van te melden per telefoon, per mail of per brief, of naar het politiebureau te gaan, gewoon hier op een hele leuke manier welkom geheten te worden. Deze keer met cadeautjes van de Sint er zelfs bij. Dus de manier om samen, politie en de BOA's, schouder aan schouder, de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. En het leuke is dat Aad en Emily dit hebben bedacht. Niet de gemeente, niet Slotjesveld, niet ambtenaren. Nee, deze twee kanjers hebben dit bedacht. En ze staan hier en met heel veel plezier. En ze hebben al leuke gesprekken gehad. We kunnen voor alles kun je hier terecht. Je klachten doen, je meldingkist of gewoon een praatje. Wees welkom. Als je toch boodschappen gaat doen, dan wij staan hier en maken een praatje. Komt allen één keer in de 14 dagen van 10 tot 12, 11 tot 2, 11 tot 1, 11 tot 1 op de woensdag als het markt is.